Leuk dat je kijkt naar een nieuwe uitzending van Rode JC TV. Vandaag wordt de nieuwe hoofdsponsor Toverland gepresenteerd en wordt de eerste overwinning geboekt. Verder zijn we aanwezig bij de kick-off van het Business Club seizoen en tot slot een verslag van de ING Clinic op Kaalheide. Zaterdagavond, voorafgaand aan het duel tegen Willem II, werd met trots de nieuwe hoofdsponsor van Rode JC gepresenteerd. Het attractiepark Toverland prijkt nu voor één seizoen op het shirt. Toverland is onderdeel van de Gelische groep die al langer bij de club betrokken is, maar tot afgelopen zaterdag niet zo prominent aanwezig was. Ja, hoe is deze deal tot stand gekomen? Ik was bij PSV, de eerste wedstrijd. Daar zat ik op uitnodiging van een relatie van mij. Daar zag ik in eerste instantie verrek geen shirtsponsor. En toen sprak Marcel van der Bundert me aan. En toen zei ik van ja, maar daar gaan we maandag toch verandering in brengen dan. En toen zei hij van laten we in ieder geval maandag maar gaan praten. En zo is het eigenlijk definitief ontstaan, terwijl we elkaar wel al kenden. Dus we wisten wel dat we geïnteresseerd waren in elkaar. Maar de liefde werd daar eigenlijk uitgesproken. Jullie hebben een deal gesloten voor 1 jaar, maar wel met de intentie om verder met elkaar te gaan daarna, toch? Het sponsorschap voor het shirt is in principe voor 1 jaar. Waarbij we wel al heel snel gaan evalueren. En de verwachting van beide partijen is dat we in ieder geval met elkaar doorgaan. Op welke manier, daar moeten we nou nog maar even nog niet aan denken. Maar we mogen nu even euforisch zijn over het gevoel dat we in ieder geval dit seizoen al een shirtsponsor hebben. Maar de samenwerking zal een intense zijn. Toverland ligt in het Limburgse Zevenum en bestaat ondertussen 11 jaar. Ja, het is een geweldig park. Het is 11 jaar oud met heel veel diversiteit aan attracties. Toverland heeft dit jaar de prijs van het leukste uitje gewonnen en dat win je niet zomaar. We hebben een heel erg tevreden publiek. We hebben attracties van voor jong tot oud met een hele mooie houten achtbaan. En wat vooral heel erg belangrijk is, dat we volgend jaar maart open gaan met een geweldig nieuw gebied. Met hele hoge kwaliteit, het sprookje Toverland nog meer gaan laden. En wat heel belangrijk is, in 1 oktober natuurlijk de opening van onze nieuwe spinning coaster. Een hele mooie, kleurrijke twister coaster. Naast de deal voor het hoofd- en shirtsponsorschap is de Gelische groep ook betrokken bij de verbouwing van de businessclub. Wat voor een deal hebben jullie gesloten? Nou, allereerst een deal met de Gelische groep. Een grote groep waar onder andere Toverland bij zit. Attractiepark. Het mooiste attractiepark van Nederland, heb ik begrepen vanuit de ANWB-stemmers. Maar daarnaast vooral groot in leisure, de ontspanning, maar ook in thema's. En aangezien we met z'n allen vinden dat voetbal toch een vorm van entertainment is, denken we dat we hier ook mee strategische samenwerking zijn aangegaan. Een van de belangrijkere zaken daarin is ook hun bedrijf Gepla, een interieurbedrijf. En wij zullen onze derde verdieping, sponsor- en partneretage, waar nu de skyboxen gevestigd zijn, zullen wij fors onder handen gaan nemen om nieuw elan te geven. En hun expertise en kennis wordt daarbij gebruikt. Eigenlijk is het een beetje Limburgers helpen Limburgers hier. Ja, maar zo moet dat toch ook. We moeten trots zijn op wat we zijn en dat moeten we uitdragen. En ik denk dat wij daar, zeker met onze kennis van leisure, hè, voetbal is per slot van rekening ook leisure, kunnen wij samen deze bedrijven naar een hoger level tillen. Daar ga ik echt hartstikke mijn best voor doen. Ikzelf, Marcel en mijn mensen natuurlijk. Bent u blij, trots of opgelucht dat het nu gelukt is? Ja, eigenlijk alle drie. En niet direct in jouw volgorde, maar alle drie de woorden die zitten wel in het beleving, ja. Gaan natuurlijk wel heel veel woordgrapjes nu komen, hè, over 3 punten toveren en al dat soort dingen. Ja, maar dat is dan misschien een van de rendementen die Toverland zal krijgen. Ik weet ook dat met toveren zal het niet lukken, ook op het veld niet. We weten echt wel dat als we verliezen, dat het toverstafje niet gewerkt heeft. Dat nemen we maar voor op de koop toe. Na de presentatie van de nieuwe hoofdsponsor werd er natuurlijk gevoetbald en ook voor het eerst dit seizoen gewonnen. In het eigen park zat Limburgstadion was Rode JC met 3-0 te sterk voor Willem II. We hebben wat mindere weken achter de rug. En dat is niet fijn.
En ik denk dat we van tevoren, wat we hebben gezegd, wat we wilden doen, hebben we gewoon goed waargemaakt. We wilden gewoon goed druk houden, goed druk zetten en winnen. En ik denk dat we dat ook hebben gedaan, verdiend en ook op een mooie manier. Vlederes zal hem weer met links laten indraaien. En die bal wordt goed gekopt en is over de lijn gewerkt. Uiteindelijk is het een treffer. Kopbal van Wielaert. En dan is er nog de rebound van niemand anders dan de aanvoerder, Malky. Ze vallen er goed in. Je ziet ook inderdaad hoe de spitsen nu ook diepgang hebben. Bal vasthouden, ook sleuren. Ja, het hele team was goed op elkaar ingespeeld. Veel coaching. Ik denk dat er zit een goede stijgende lijn in. In de 57e minuut maakte Amin Afane zijn debuut voor Roda. De 18-jarige Zweed liet zich meteen gelden. En het is 2-0 voor Roda. De vrije trap van Afane en Nemeth kopt binnen. Ja, het was een goed debuut, I felt, but in the start I was a bit nervous. I was a bit shaky when I came in. And then suddenly everything, I just played normally. I didn't feel I was in a stadium and start to play good and move the ball. And I think it was a good debut. Yeah. Ja, het is een jonge, onbevangen. Die heeft zo'n techniek, basistechniek. Maar die durft. Hey, kijk, en dat moet je hebben. Je moet geen jongens hebben die niet durven. Want dan kom je niet ver. En je ziet die jongens, volgens mij 18 jaar, maar die verstopt zich niet. Die laat zich zien. En we zijn heel erg blij met hem. In de 79e minuut moest Willem II met 10 man verder naar de tweede gele kaart voor Joris Peters. Daarna werd de eindstand bepaald. Nemeth, nou, Meul met één hand. En dan is dat Ramzi die er uiteindelijk voor 3-0 kan zorgen. Het seizoen is ook weer begonnen voor de businessclubleden van Rode JC. Woensdagavond was het tijd voor de kick-off in het eigen Parkstad Limburg Stadion. Vanavond was het in ieder geval de bedoeling om het businessseizoen te openen. Voor het huidige seizoen 2012-2013. Maar dat wel op een manier te doen, ja, dat we toch wel een klein beetje onderscheidend konden zijn. Het mocht spectaculair zijn en het mocht out of the box zijn. Nou, dat hebben we geprobeerd door een leuk programma weg te zetten. Heel leuk, heel gezellig. Leuke mensen ontmoet. Ja, ik vind het echt, want ik heb begrepen dat er dus 12 acties zijn dit seizoen. Een goede start om een vervolg aan te geven. Men is heel erg enthousiast. Men weet eigenlijk van tevoren niet wat ze kunnen en mogen verwachten. En worden dan eigenlijk toch een beetje verrast. En dat verrassingselement gekoppeld aan datgene wat wij bij Roda eigenlijk bij ons DNA vinden passen. Dat geeft wel een unieke beleving. En de eerste keer dat we dat deden met Good Works waren er zo'n 70 mensen. Nu zitten we tegen de 100 mensen aan en het spreekt zich rond. Dus het is wel erg leuk om te doen. Tijdens de kick-off werd niet alleen geborreld, ook werden er workshops gegeven voor alle leden. Nou ja, we hebben het activerende programma hebben we eigenlijk in vier delen, vier activiteiten gebracht. En de eerste is, zeg maar, zoals je hier ziet, de speeddate. Een speeddate met spelers, technische staf en mensen vanuit de directie. Maar dan ook gelijk de mogelijkheid om een pendulesprong te maken vanuit de Limburg Sociëteit het stadion in. Nou, dat zijn eigenlijk de twee activiteiten die we boven hebben gepland. Maar beneden hebben we twee workshops. De ene in de kleedkamer van Rode JC. En die was gericht op een stukje kennismaken, netwerken en zelfreflectie. En we hebben nog een workshop in de persruimte van Rode JC. En die was meer gericht op communicatie en kennismaken. Ik zit bij meerdere netwerkbijeenkomsten en het is bijna allemaal hetzelfde. Je zit een beetje te borrelen en te borrelen. Je komt iedere keer dezelfde mensen tegen. Je gaat je eigen groepje opzoeken en op deze manier kom je met andere mensen op een andere manier in contact. Erg leuk. Ja. Ja, je merkt dus dat je in die groep eigenlijk al meteen de mensen goed leert kennen en iets meer krijgt te horen over hun bedrijf. Dus je bent meer één op één bezig en dat vind ik wel fijn om zo de mensen te leren kennen. Ook enkele spelers van het eerste waren aanwezig tijdens de kick-off. En één daarvan vervulde een helderrol bij de pendulesprong. Ik had een jurkje aan en ik wilde wel graag springen. Dus ik had zoiets van, nou, is er misschien iemand die zijn broek uit wil trekken? Een van de spelers, toch maar een trainingsbroek.
En toen werd er door Robbie gezegd van nou, ik trek mijn broek wel uit. Ik zei, oh, echt waar? Dus toen moest hij het ook gaan doen. Dus hij trok zijn broek uit en dan stond hij in zijn, ik weet niet of ik het mag zeggen, maar in zijn roze onderbroek. En ik mocht zijn broek aan. En toen ben ik met broek over mijn jurkje, zeg maar, naar de onderkant ben ik gaan springen. En toen wilde ik ook de broek graag houden. Dus met wat over en weer gepraat mocht ik zelfs de broek houden. Dus dat was natuurlijk wel fantastisch. Ja. Ja, ik ben netjes opgevoed en we hebben van tevoren te horen gekregen dat we alles moeten doen om sponsors binnen te halen. Dus dat doen we maar. Merk je dat de sponsoren het leuk vinden dat de spelers en de technische staf betrokken is bij vanavond? Ja, dat merk je zeker. Af en toe dan zitten ze nog aan te kijken van zal ik hem aanspreken of niet. Maar wij gaan ook gewoon naar het toilet, mensen kunnen ons gewoon aanspreken. En dan is het meestal hartstikke leuk. En inderdaad, je merkt dat sponsoren dat wel het leukste vinden. Je zegt het ook dat ze dat na de wedstrijd ook graag willen. Dan moeten we vaak naar andere dingetjes. Maar zulke dingetjes zijn voor spelers ook wel leuk. Als ze het een beetje leuk organiseren met gezellige mensen, soms een drankje erbij. Dan vinden spelers het ook hartstikke leuk. Zit er ook nog een bepaalde gedachte achter deze hele avond? Ja, uiteraard zit er een hele grote gedachte achter. Het is uiteindelijk is de bedoeling dat we mensen gewoon weer lekker in beweging willen krijgen. Maar vooral in beweging naar elkaar toe. Dat houdt in dat we willen dat mensen met elkaar in contact komen, dat ze in gesprek raken, maar dat ze misschien ook nog wel eens over een leuke ervaring van deze dag kunnen praten. En daar ook later op terug kunnen komen in het rest van het seizoen. Eén keer per jaar is het op Kaalheide tijd voor de ING-kliniek. Woensdagmiddag was het zover voor 75 kinderen van 6 tot en met 11 jaar. Onder begeleiding van staf en spelers van het eerste werden verschillende oefeningen afgewerkt en bezorgden ze zo de kinderen een mooie middag. Een aantal jaren geleden zijn we gestart met de voetbalkliniek, omdat we ook iets willen doen, zeg maar, voor de kinderen van onze klanten. En als zodanig, zeg maar, ING draagt het voetbal een warm hart toe. U weet, we zijn hoofdsponsor van de KNVB, van ons Nederlandse elftal, onze Oranje Trots. En als zodanig doen wij ook zeg maar, een bijdrage leveren in de provincies, bij de lokale amateurverenigingen, maar ook natuurlijk bij de eredivisie voetbalclubs. Voor de kinderen waren er 6 oefeningen bedacht die voor iedereen toegankelijk waren. Het gaat vandaag ook om plezier. Het gaat niet zozeer om allerlei moeilijke dingen. En kinderen moeten gewoon plezier hebben. En in de vormpje zit eigenlijk het leereffect opgesloten. Dus kinderen leren voetballen door te voetballen. Je hebt vandaag een kliniek hier bij Roda. Hoe vind je het tot nu toe vandaag? Heerlijk. Wat vind je er allemaal zo leuk aan dan? De spelletjes. En dat je met de bal kunt spelen. En vind je de spelletjes moeilijk of vind je ze goed te doen? Ik vind ze wel een beetje goed te doen. En nou zit je met allemaal jongens in de groep, maar volgens mij doe je het hartstikke goed als enige meisje. Ja, dat klopt. En vind je dat het wel leuk om ook met allemaal jongens te voetballen? Soms niet. En soms wel. En vandaag vind je het wel leuk? Ja. Veel spelers van het eerste waren ook aanwezig tijdens de kliniek en dat gaf de middag net iets extra's. Absoluut, absoluut. Ik denk dat de jongens van het eerste het voorbeeld zijn voor al die kinderen. Daar komen ze voor naar de stadions en ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk als je ze in levende lijven mee kunt maken. En samen met ze mag voetballen zelfs. Bent u nou zelf ook een beetje Roda supporter? Ja, we hebben zelf een aantal businessies natuurlijk. Daar nemen we graag onze klanten weer naartoe. En ja, ik ben van jongs af aan natuurlijk in de tijd van Dick Nanninga kwam ik al... Ja, bij Roda. Dus u kunt zich wel voorstellen dat het voor deze kinderen heel bijzonder is om op de trainingsvelden van Roda te mogen zijn? Ja, ik moet zeggen, ik kan een leuke anekdote vertellen. Roda gaf vroeger altijd van die boekjes uit. En dat is een soort loterij. En na heel lang wachten kreeg je toen uiteindelijk de kans om ook te winnen. En toen kreeg je een horloge en kreeg je dan uitgereikt, mocht je in de spelershoofd omkomen. Ja, en van zo dichtbij, zeg maar, zo'n grote speler als kleine jongen te zien, dat is natuurlijk iets fantastisch. En als ze straks hier de handtekeningen kunnen gaan ophalen, nou, je ziet de kinderen gewoon glunderen en daar doe je het eigenlijk voor. Het zit erop voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Wil je alle losse items uit ons programma nog eens terugzien? Dat kan op rodejc.nl. Volgende week zijn we er uiteraard weer en dan beantwoordt Mark-Jan Vladeris jouw vragen. Vergeet ze dus niet achter te laten op Hives, Facebook en Twitter. Tot volgende week.